Hey, hallo, allemaal. Oké, helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van mij, Rapsy. Ja, ik ben er vandaag weer. En vandaag in deze video ga ik jullie heel even iets uitleggen over de Grand Theft Auto Online en Pot Export Update. Ja, die video zou eigenlijk ongeveer een week geleden, ietsje lang geleden al komen, maar hij is niet gekomen. Ja, dat klopt inderdaad. En dat komt omdat, ik had er eigenlijk steeds maar geen zin in eigenlijk. Dus heb ik het niet gedaan. Maar nu is er wel zekerheid in. De video die komt deze week zaterdag. Echt, dit keer. Dus de video over de GTA 5 online import-export update, die komt deze week zaterdag. En ja, dus dan weten jullie dat. En om dan tot dan te zeggen, dat is niet echt nodig. Want straks komt er een GTA 5 video. En die is al opgenomen. Dus ik hoef hem alleen nog maar te uploaden. En wat ik in die video allemaal zeg over de GTA 5 online import-export update. Dat moet je, moet is een groot woord. Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Ja, dat moet je eigenlijk een beetje negeren, want is niet waar. Maar wat ik in deze video zeg, dat is waar. Oké, dus dan weet jullie dat. En zometeen komt er een GTA 5 video. Tot zo, fijne dag nog en later!